Met Angelique del Castillo spraken wij over de FID-ondertekening. De effecten welke dat teweeg zal brengen voor de Surinaamse economie wanneer straks olie naar boven komt. De 10 miljard wat dat zal gaan betekenen. Maar ook de kanttekeningen welke er geplaatst worden. En één veelgehoorde kanttekening is de geheimhouding van de contracten tussen Total Energies en staatsolie. Verder, wat men ook minder vindt bij deze FID, is dat Suriname al eerder gezegend is geworden met grote geldsbedragen. Zo moeten we denken aan de glorieperiode van de bauxietindustrie in Suriname, maar ook de ontwikkelingshulp vanuit Nederland. Maar het zijn allemaal gemiste kansen geweest voor Suriname. Hoe zit het dus nu met de 10 miljard Amerikaanse dollars? En hoe zit het met de wat we nu horen, wat veel politici aangeven, vooral waakzaam te zijn wie ze straks daar zullen plaatsen op 25 mei 2025. Wanneer zijn aantal politici, aantal politieke partijen die azen op het geld. Wij vinden het ook een kwalijke zaak. Kijk, in de internationale wereld en in de wereld van business heb je... zijn contracten over het algemeen grotendeels publiekelijk te bestuderen. En dat is nodig. Kijk, er zijn soms zeg maar bedrijfsgeheimen erin. Soms gaat het om een product dat men maakt, dat recept, et cetera. Dat kan niet vrijgegeven worden. Maar de grote afspraken van wie waar verantwoordelijk is, hoeveel gaat worden afgedragen, weet je, hoe het proces precies gaat lopen, welke diensten men van de staat nodig gaat hebben, welke niet, et cetera. Hoe de belastingvoorzieningen zijn geregeld. Dat moet allemaal open zijn. Iedereen moet dat kunnen lezen. En dat is niet alleen omdat we vinden dat we daar recht op hebben. Want we hebben de recht op als samenleving. Het zijn onze hulpbronnen. Ze zijn niet het eigendom van meneer Jagisser, nog van meneer Chantuki, nog van meneer Brunswick. Ze zijn van ons allemaal. Dus we hebben allemaal het recht om te weten hoe ze worden ontgonnen en wat we eraan gaan verdienen, exact hoe en wat wij ervoor inleveren of afgeven. Dat hebben we recht op. Maar niet alleen daarom, maar ook omdat we het alleen op die manier kunnen weten hoe wij nog meer toegevoegde waarde kunnen krijgen eruit. Die local content strategie. Om een goede local content strategie op te zetten, een local content policy op te zetten, moet je weten wat het contract zegt. Want op basis van wat het contract zegt, weet je welke diensten verwacht mogen worden dat men gaat willen aantrekken uit het land. Of die men, als het land niet levert, van buiten gaat moeten brengen. Welke niveaus van opleiding nodig gaan zijn. Weet je, wat de duur van elke fase exact gaat zijn. En wat tijdens die fase aan bijzondere producten geleverd of gevraagd gaat worden. En dat zijn allemaal zaken die van belang zijn voor je local content strategie en je local content beleid. En dat Suriname dat niet heeft, want Suriname heeft niet. We hebben niet eens een wet toch over local content. Betekent dat wordt onze samenleving op alle manieren de kans ontnemen om meer te verdienen dan hetgeen uit, weet je, noem het maar, uit die vaste belastingen die geheven gaan worden, dat we gaan krijgen. Toch, we zijn eigenlijk bezig als land om blij te zijn wederom met de kruimels. We zien dat bij de ondertekening 13 miljoen dollar gegeven is aan de volksgezondheid, met name moeder- en kindzorg. Maar het is we moeten het niet, weet je, in de lucht springen en zeggen hoeree, we hebben dat gehad. Ik kan me voorstellen dat mensen die zien hoe ernstig het is op die afdelingen in de ziekenhuizen, ik heb het zelf ook gezien, dat die mensen zeggen, ja tenminste, denk Kiswa Sani, ze kunnen iets gaan doen. Maar ten eerste moeten we weten wat dat iets is, toch? Is dat werkelijk de prioriteit? Want we moeten kunnen controleren, elke cent die binnenkomt, moeten we als land kunnen controleren. Maar ten tweede moeten we weten, we moeten niet afhankelijk zijn. Als we dit nu hebben, dat onze hulpbron zoveel geld gaat opbrengen, dan betekent dat Suriname moet kunnen afstappen van dat handje ophouden en cadeautjes ontvangen. Maar dat we hard moeten weten, hoeveel gaan we precies verdienen? En wat leveren we daarvoor in? Toch? Want het is geven en nemen in elk contract, dat weten we. Maar we moeten het zelf kunnen toetsen, van zijn we tevreden met deze geven en nemen die is afgesproken. We moeten ook weten, hoeveel zijn die bonussen die mensen krijgen? Want bij die ondertekening worden de bonussen betaald. Wie krijgt en waar gaat het naartoe? Hoeveel belasting wordt er over betaald? U weet, er is in enige maanden terug was er ook al een overeenkomst getekend. Toen bleek dat er waarschijnlijk een bonus was gegeven van 150 miljoen dollar. Niemand weet waar het is gegaan en niemand weet als er ooit belasting over is betaald.
Dat is, ga met u na, nu is 10 miljard getekend. Ga na wat. Wat er allemaal gerold daar zo. Daarnaast moeten we ook weten wat op de wereld gebeurt. Als we de wereldmarkt volgen, dan zien we dat op die dag van de ondertekening, door die ondertekening waarschijnlijk van die 10 miljard deal, van die FID van 10 miljard, zijn de aandelen van dit bedrijf met 2 miljard dollar gestegen. En als vandaar 13 miljoen aan volksgezondheid wordt gegeven, is chicken feed. 2 miljard dollar, kijk maar. En dat zijn de dingen die wij als samenleving in perspectief moeten mogen plaatsen. En op basis waarvan we mogen eisen dat we aanpassing van beleid misschien willen hebben. Of aanpassing van voorwaarden of voorzieningen. Maar we moeten weten. Dus dat heel geheimzinnig gedoe is ontzettend ongezond. En ik moet u zeggen, ik ben niet in het parlement op dit moment. Dus ik kan de regering niet vanuit het parlement oproepen om openheid van het contract te geven. Maar onze parlementariërs kunnen het. En ik vraag me af waarom ze dat niet gewoon afdwingen. Weet je, in een interpellatievoorstel of in, weet je, of een andere mogelijkheid die het huishoudelijk reglement ze biedt. Om dat af te dwingen. Dat de regering die contract aan het parlement. Want het parlement moet de contracten zien. Is de volksvertegenwoordiging. Het kan onmogelijk dat de regering ongecontroleerd is. Dus dingen worden getekend en niemand mag weten wat er is getekend. Dat kan gewoon niet. En bovendien, we zijn niet vergeten dat de vorige keer toen, ik dacht, ik weet niet of dezezelfde heer er was van Total. Toen had, en de, zo op, heel wat mensen opkwamen van het moet helder en transparant. Toen had hij aangegeven dat van hun kant ze er geen probleem mee hebben. Dus het probleem is Suriname. En dat geeft je het gevoel dat er dingen gebeuren, en niet onterecht, want we kennen onze mensen, dat er daar dingen gebeuren die het daglicht schuwen. En dat de samenleving op een of andere manier gelicht wordt. En dat kan niet. We hebben recent zoveel gehoord over dat van de goudkwestie. Tegenwoordig hoor ik er nog weinig over, ik weet niet wat er mee is gebeurd. Maar we willen dat soort verhalen niet. Je zou dat niet moeten willen in je samenleving. We zeggen, die olie die nu naar boven gaat komen, is van die hele samenleving. Dat wat eruit komt, moet die samenleving vandaag een betere voortgang geven. Maar het moet de komende generaties een betere start geven. Dat begint met openheid van zaken nu. Zodat elk besluit dat we nemen door elke burger van dit land afgewogen kan worden. En op een beetje bewuste manier kan worden gezegd, ja, ik ben eens. Of nee, ik vind dat het beter kan. En de indruk wordt gewekt, mevrouw Del Castillo, alsof dit de eerste keer is dat Suriname gezegend wordt met zoveel geld. Want we hebben nog gehad, heel kort in het recent verleden, hebben we gehad een booming bauxietindustrie, 100 jaar lang. Ook heel veel geld toen voor Suriname. We hebben ook gehad de ontwikkelingsgelden, ja. Maar op de een of andere manier is dat voorbij gegaan aan de ontwikkeling van Suriname. Ja, dus ik zeg, dat zei ik verleden aan iemand. Ik zei het niet aan iemand, ik zei het in de repliek. U weet, ik doe jaarlijks een repliek op de jaarreden. En daarin zei ik aan de mensen dat we niet moeten vergeten dat er al vele miljarden uit de hulpbronnen, natuurlijke hulpbronnen, ons land binnengestroomd zijn. Wat hebben we er duurzaam aan overgehouden? Hoeveel rijker zijn de Surinamers ervan geworden? Het heeft allemaal te maken met het feit, die geheimzinnigheid die we altijd tolereren, en het feit dat we bestuurders hebben die geen lange termijn visie hebben en niet op een juiste wijze omgaan met het geld. Die wijdverbreide corruptie die er is en die in stand gehouden wordt door de partijen die 50 jaar lang in meerderheid regeringen hebben uitgemaakt. En die dat zo houden. Ze houden het in stand omdat zij er beter van worden. En dat is wat we moeten doorbreken. Want nu deze olie naar boven komt, dan zeggen mensen, ja, we moeten waken voor die, die grondstoffenvloek. Maar in feite lijden we er al meer dan 50 jaar onder. Toch? Al meer dan 50 jaar hebben we slecht bestuur, wanbeleid, corruptie, weet je, vriendjespolitiek, geen lange termijn visie en geheimzinnigheid. Non-transparantie bij de regeringen. En dat is wat we moeten doorbreken. En dat is precies de opdracht bij de komende verkiezingen. Dat deze kans die we krijgen, hoeveel keren gaan we nog zo'n kans krijgen? Je noemde zelf zo net bauxiet, dat is voorbij. Goud gaat ook voorbij gaan. Toch, het duurt niet zo lang meer. Misschien 10 jaar nog, dan is dat ook voorbij. Olie komt nu, maar dat gaat ook voorbij. Als we nu
als Surinamers niet beseffen dat kiezen voor goede leiders niets te maken heeft met je huidskleur, met je taal die je praat, met je cultuur of je religie, maar dat het te maken heeft met zakelijke belangen. Dat je zakelijk moet kiezen voor mensen die weten waar ze over praten, die integriteit in bestuur tonen, transparantie voorstander zijn in bestuur, toch? En die verantwoording nemen voor die totale samenleving en geen verdelen en heerspolitiek voeren. Als we dat nu niet begrijpen, dan gaan we waarschijnlijk, jammer genoeg, onze laatste kans verspelen om dit land te liften uit al die ellende. Want we hebben veel ellende waarmee we moeten dealen. We moeten zorgen dat we die schulden aflossen. We moeten zorgen dat de mensen van ons die het slechts hebben, het meest vergeten zijn. Neem maar onze mensen die in het binnenland wonen, de inheemse en de in stamverband levende mensen. Dat zij ook volledig hun rechten kunnen genieten. Dat gaat ons ook geld kosten om hun uit te rusten. We moeten elke Surinamer die zich achtergelaten voelt en ook achtergelaten is qua ontwikkeling opkrikken. Dat ze allemaal op een gelijk niveau komen om mee te doen in ontwikkeling. Volledig mee te doen en onafhankelijk te zijn. Daarin moeten we investeren in ons onderwijs, dus in onze gezondheidszorg. We moeten investeren in behoud en terugkeer van ons kader. We moeten investeren in onze infrastructuur, in onze ontwatering en afwatering van onze productiesector. Ik noem u een aantal zaken. We moeten investeren in het schoonmaken en schoonhouden van ons milieu. We moeten investeren in onze transportroutes naar het buitenland en naar hiertoe. We moeten investeren in onze toekomst, met andere woorden. En dat vraagt een heleboel kennis, inzicht en doorzettingsvermogen van mensen die het hart op de juiste plaats hebben, een rechte rug hebben, toch? En die zich daadwerkelijk willen inzetten voor die totale samenleving. En dat is waar we als Suriname naartoe moeten gaan, want daarvoor moeten we die opbrengsten die we nu gaan krijgen inzetten. Ik hoorde u, mevrouw Del Castillo, het woord waakzaamheid gebruiken. En we zien dat nu, en dat is zeer opmerkelijk, heel wat politici het volk oproepen tot waakzaamheid. Want er zullen nu heel wat politieke partijen zijn en politici zijn die azen op het vele geld dat vrij zal komen om dat allemaal weer te gaan verspillen. Ja, wat vindt u van een dergelijke oproep van politici? Ja, het is een algehele, dat wat je zegt, een algemene oproep die we nu horen. Maar de vraag is natuurlijk, waarop moet het volk waakzaam zijn? We moeten waakzaam zijn natuurlijk, dat er die strijd gaat hard zijn in die verkiezing. Maar ik denk dat we vooral waakzaam moeten zijn op politieke organisaties die ongebreideld geld in die verkiezingen gaan gooien. Want dat gaat gebeuren. Want het zijn belangen, grote economische, financiële belangen die er gaan spelen. Die spelen nu om bij dat geld te komen, om dicht bij die pot te gaan zitten en om het tot je eigen pot te maken. En dat betekent dat die politieke organisaties die zich lenen om het landsbelang ondergeschikt te maken aan het belang van een kleine groep, die gaan eigenlijk hun verkiezingswinst een gedeeld project maken van de belangenhouders. En die gaan ze sponsoren. Grote sponsoringen gaan. We gaan zien dat partijen miljoenen. Vorige verkiezing zijn er al partijen geweest die 25 en 30 miljoen en meer in de verkiezing hebben gestoken om hun campagne te voeren. Grote feesten, iedereen kreeg mooie kleren, toch? Auto's, huizen worden geschilderd, van alles en niets is hun te veel. Ze zijn de hele dag op de tv, op de radio, hebben hun eigen station of eigen kanaal. Ze kunnen alles doen. En daar gaan we op bedacht moeten zijn als samenleving. Dat is die waakzaamheid. Wanneer je ziet dat een partij geen probleem heeft om duizenden pakketten, tienduizenden pakketten door het land te verdelen, auto's te verdelen, zendtijd te kopen, feestjes te organiseren, in alle districten woningen en centra, grote centra te openen, mensen van hot naar her te vervoeren. Ik heb begrepen, sommigen geven zelf landcruisers aan propagandisten om in rond te rijden. Weliswaar blijft die auto wel op hun naam, maar ze geven het aan de mensen om in rond te rijden. Dat is waar we waakzaam op moeten zijn, omdat dat betekent dat er grote investeringen worden gepleegd in die partij. Niet met het doel dat het volk daar beter van wordt, maar dat degenen die daarin investeren nadien 10, 20, 30 keer hun geld weer eruit gaan halen.
laat men opletten op de partijen die nog steeds open zijn voor het tweerichtingsverkeer. Om met de mensen aan tafel te zitten, om met ze te praten, om met die kleine giften wat te doen. Laat het onze burgers begrijpen dat een verkiezing niet gewonnen wordt door vlaggen en treutjes. Een verkiezing hoort gewonnen te worden door gezond verstand. Dat we ons gezond verstand gebruiken en zeggen van luister, met pinaya, dus if me fin mam chin yippie, dat die partij me iets kan leren waarmee ik mijn geld, mijn brood kan verdienen. Of dat ik een keertje die partij wel een kleine bijeenkomst. Ja, me fin mam chin yan drie, maar daar ging het niet om. Ik heb een goede boodschap en ik zie kandidaten op die lijst die geen strafblad hebben. Ik zie kandidaten op die lijst die hebben gestudeerd om dat werk te gaan doen als het nou is... DNA, DR of resortraadslid. Ik zie mensen daar zo die hun, weet je, die niet van Lanti gestolen hebben om een huis te bouwen of die auto's van Lanti naar huis brengen. Zodat, ik zie dat, wanneer je dat ziet, dan weet je, daar zitten die mensen die ik nodig heb. Toch, om dit land uit die ellende te halen. Maar wanneer je komt in een partij waar mensen leven van Lantisanis, toch, van zoveel auto's van de staat, telefoon van de staat, alles is van de staat, dan weet je dat daar moet je op je hoede zijn. Want die gaan je belang nu dubbel en dwars verkopen. Want iedereen wil bij dat geld zijn. Er gaan, ik weet niet hoeveel miljard men calculeert nu dat we gaan verdienen. Maar het is een aardig bedrag. Daar had ik iets van 28 miljard of 30 miljard. Dat we uit de oliesector kunnen halen. Als je een slimme regering, een wijze regering krijgt, kan je er veel meer uithalen. Want dan ga je ook in andere sectoren investeren die op termijn ook gaan opleveren. Dus het kan een multiplier effect hebben met smart policies. En dat is waar je naartoe wil gaan. Maar je wil niet gaan naar een beleid, naar mensen daar zetten die je al hebben opgelicht eens. Toch? Want dat is het. In die 50 jaar de regerende partijen die presidenten vooral en vicepresidenten hebben geleverd, hebben dit volk al continu voor de gek gehouden. Als je hun nu weer daar zet, denk je dat ze het anders gaan doen? Nee, dat vertellen ze je nu allemaal. Maar wat is veranderd? Dezelfde mensen lopen daar, dezelfde ideeën zijn nog steeds daar. Er is niets dat is veranderd. Dus als je weer ze daar zet, gaan ze zeggen, oh, dus je vindt niet erg wat ik doe, ik ga het nog erger doen, want nu heb ik nog meer geld om mee te spelen. En dan heb je eigenlijk je laatste kans op verbetering verspeeld. Dus het beste is om echt daadwerkelijk waakzaam te zijn en te weten van, als ze me de hele verkiezing nu gaan voeden, eten en drinken geven, na die verkiezing ga ik merken dat ik nog minder vind. Want dat is die productiesector nog minder waard. U weet, de rijsector heeft grote problemen. Onze veeteeltsector, grote problemen. Niets is onze groentesector. Alles zit in de problemen, want er is niet geïnvesteerd om daadwerkelijk basisvoorziening, basisvoorwaarden in orde te maken. Laten we kiezen voor partijen die plannen wel hebben, die mensen ook hebben. En die geen staat van dienst hebben waarbij ze jou hebben opgelicht, zodat zij reker konden worden.